Don't walk away from me. Don't walk away from me. Ja, en toen liepen we weer bij de Action. En ja, Karen die moet wat hebben, ik moet wat hebben, want ik wil natuurlijk verder nog meer van dat spiegelfolie voor op de ramen. Ja, want dan kan u met deze dus gewoon het in principe bijwerken, zeg maar. Ja. Nou, jullie zien denk ik wel het verschil. Karen die heeft één raam tot zover al klaar. Ja, aan de buitenkant is nou een spiegeltje. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland en het is vandaag ook nog eens een keertje vrijdag, dus sta voor de deur van het weekend. Het is de 16e van de 6e en we leven om 19 minuten over 1. Ik ga lekker even met mijn hondjes lopen. Karen is in de stad. Of ze deze kant op komt, ja, dat, ze had het gisteren wel gezet, ik zie u morgenmiddag wel. Nou ja, dan wachten we dat toch af. Ja, ik zal zo meteen even een appje sturen dat ik met ze ga lopen. Wat de dag ons verder gaat brengen, weet ik niet. Ik was gisteravond met een vervolg bezig van de avondvierdaagse nog. Ja, dat liep eventjes anders dan ik had gepland. Ja, en toen ging het even verkeerd. En toen had ik geen zin meer. Ik denk, dat komt vandaag alweer. Ja, dan moet ik er eventjes weer harder er tegenaan. Maar het komt allemaal wel weer goed. Er komt vandaag gewoon één online. En morgen komt er ook nog één online, zover ik weet. Dus, maar ik moet het wel weer even inhalen. Want dat van gisteren, ja. Anders had ik vandaag weer een ander kunnen doen, weet je. Maar dat gaat nou helemaal nog niet. Nee, het ging even de minste in met het programma. Ik deed even wat fout. Ja, en dan is alles goed zien. Ik had het nog niet opgeslagen. Nee, ook dat was dom van mij. Ja, dan ben je het kwijt en dan moet je het weer opnieuw doen. Anders staat het anders kun je het gewoon weer opnieuw opstarten en dan staat het er allemaal in. Als je het maar opslaat. Maar ja, had ik nog niet gedaan. Helaas, pindakaas. Gebeurt wel eens meer. Daar zijn we mensen voor. Mensen maken nou eenmaal fouten. En dat laat zien ook dat je een mens bent. En geen robot van de staat. Ja, toch? Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van alles. Met wat jullie doen, maar geniet zeker ook met ons mee. Ik zou zeggen, geniet gewoon van jullie dingen. Ja, die jullie doen moeten, of doen willen, of doen gaan, moet je gewoon van genieten. Van ieder klein dingetje, ieder momentje, moet je van genieten. Want, voor je dat je het weet, kan het niet meer. Nee, want dat legt hem dan aan Den Haag, hè. Dus geniet van alles. Ja, en geniet een heel klein beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Nee, ja, en mijn we lopen dus weer bij de budgetvoet in Julianadorp. Ja. En daar zijn we ook nog allebei aan het vloggen. Ja. Helemaal geweldig. Nee, maar dat zeg ik. Ik ben gewoon helemaal in Den Haag. Dus dan is Zwijndrecht ook donker. Het is een half uurtje rijden. Dus maar ja. Ja, en dan we gaan gewoon kijken wat we hier ook kunnen erbij pakken. En dat hebben ze hier niet. Nee. En, ja. Ja, dat weet ik. Maar ik vind deze niet zo lekker, zeg maar. Nee. Ik wil die bekerschips hebben. Maar ja. Nee, dat hoor ik. Kan gebeuren, toch? Maar het komt allemaal wel goed. Ja. Ik moet voor mijn verjaardag zo vast al eigenlijk wat ingaan. Ja, dat is volgende week. Ja. Vraagde ik? Nee, dat doet zeer. Dat kan zeer doen. Dat kan zeer doen. Ja, dat kan zeer doen. Maar ja, ik heb eigenlijk nooit niet chippieboel, nee, dat heb ik niet. Ja, één soort en dat is die kaasknabbels. Maar ja, ik heb meer hartige dingen. Focus, hoef ik ook niet. Hartige dingen. Ja, hartige dingen. Ja, echt. Zo'n stukjes kaas. Maar ja, we gaan weer gewoon en vrolijk
mee door. Ik zeg het, tot later. Ja, en toen liepen we weer bij de Action. En ja, Karin die moet wat hebben, ik moet wat hebben, want ik wil natuurlijk verder nog meer van dat spiegelfolie voor op de ramen. Ja, en dan zullen we het beleven. En we elkaar over elkaar en die loopt daar. Dus, maar ja, bij de Action. Bij de Action. Dus ja, dat dus. Dus ik zou zeggen, geniet verder. En geniet met ons mee. Ja, want dan kan u met deze dus gewoon het in principe bijwerken, zeg maar. Ja. Nou, jullie zien denk ik wel het verschil. Karin die heeft één raam tot zover al klaar. Ja, aan de buitenkant is nou een spiegeltje. Ja, jullie zien het kleurverschil tussen dat gebeuren. En weer een geeltje. Dat gebeuren. En weer een geeltje, zoals en dat zou. En weer een geeltje. Nou ja, zoals dat zou zijn. De gele kaart uitdelen. Oké, dan hebben we hier dus de folie. En heb je hier dus de opening. Nou, dan haal ik hem dus niet hier vanaf, maar ik haal hem hier vanaf. Dus ik draai hem even voor mezelf. Zodat ik het beter ervan af krijg, de plakband. En dan, voilà, heb je dus hier. En wat je dan moet doen, het is van deze kant. Soms wil het wel hoor, soms niet. En dat is soms heel veel gepriegel met deze. Kijk, en nou pakt hij hem dus niet. Nee, en dan is hij vervelend. Hij is stout aan het doen. En moet je engelen geduld voor hebben. Ja, of nog een ander plakbandje hebben. Ja, dat plakband nog... heb ik nou niet boven. Ja. Kijk, en dan doe ik het gewoon even zo, omdat hij dus niet wil. Pak ik hier gewoon even. En gewoon net zo lang door tot hij het wel pakt. Er zit namelijk plastic aan de andere kant en dat moet eraf. Ga je niet bij een puntje gaan pulken? Dit is maar een vraag. Ja, dat en dat zei Ro ook toen al, maar dat werkt dus niet. Pulken. Je moet echt gewoon een plakbandje hebben en dan gewoon continu even elk hoekje kijken of het werkt. Kijk. Ja, hebben. Dat is wat ik bedoel. Ja. Hebben. Eén, twee. Even. Kaarten wat meer ruimte geven. Jammer dan. Dat mag geen vertraging. Het droogt vanzelf alweer. Dus deze folie moet er van achteren af. Ja. Het raam goed er even nog inspuiten met zeepsop. Dan kun je lekker even alle kanten heen glijden. Oh, heerlijk. Wat een verschil. Schuif maar aan de kant. Even naar. Kijk aan de kant schuiven hoor. Eén kant op. Zo. Even weer een beetje nat maken, want anders schuift hij niet. Anders schuift hij niet, nee. Hij moet wel even blijven schuiven.
telefoon even aan de kant. Even rood pesten. Het lijkt wel water op mijn plafond. Maar ideaal. Ik hoop dat ik even naar de andere kant toe ga. Zo. En dan snijd ze erbij. Tenminste, snijd ze, maakt de gleuf. Het is niet echt snijden. Dat doet hij geloof ik ook niet. Het is gelijk hier echt waar, een stuk koeler. Deze werk voor straks. Check. Mooi. Dan gaan we weer eventjes weer van koffie halen. Check. Dan gaan we hier wel even van afhalen. Zo. Ruimschoots erop. Geeltje pakken. Ja joh. Fuck op. Doei. Ja, dan moet je een glijbaan nemen. Alleen het zonnetje schijnt er lekker op, dus dan droogt hij wat sneller. Ja. Dat heet je met dat zonnetje, hè? Maar net, hij zit nou wel. Ja, daar moet je echt engelengeduld voor hebben, hè? Ja. Dan gaat het weer naar boven. Het lijkt net alsof dan de ene kant beter wil dan de andere kant, hè? Ja, vaak zo. Ja. Ik doe me liever wat boven of iets meer speling, zeg maar. Zo. Omdat die zon erop schijnt, gaat het gewoon een stuk sneller en qua drogen. Dat is het een probleem. Die zon erop zit, kijk.
pak ik hem gewoon hier even goed. Hoop ik dat hij pakt. Is weer losmaken en nat maken en plakken. Net zolang tot het goed zit. Ja. Klopt inderdaad. Het geeft je best lekker nat. Nee, ik had het eventjes zo tegen mezelf. Kijk, nou zit hij daar goed. Wereld daarvan naar verschillen mag. Ja, echt wel. Ook beter voor mijn meisjes. Ja. Kijk, ik kijk, oké, ik zeg wel van even u moet, maar ik weet gewoon dat dit gewoon goed is. Klaar, punt. Ja, en dan adviseer ik gewoon mensen om dit te gaan. Ja, maar ik wou het eigenlijk al lang al, maar het was er nog niet. Weet je, het zal wel weer seizoen verbonden zijn. Dus stel je voor dat ik dit jaar niet klaar kom, dan omdat ik te weinig heb. Ik wil beneden ook, maar ik wil ook dat andere eroverheen. Om één doeleinde. En daar doe ik nou mijn mond niet over open. Dat was even privé tussen jou en mij. Kijk, en dan gaat hij hier dus weer lopen etten, omdat hier ja. Dus alweer veel te droog wordt. Ja. Nou, prima, dan is het gewoon weer even nat maken. Jee. En kijk, en dan kunnen we weer verder. En dan soort in één keer. Als ik het zo bekijk. Als het maar even wil, hè. Een wereld van verschil. Ja, echt wel, hè. Ze mag enkel wel weer eraan me lappen. Alleen dit trekt vanzelf wel weg. En ja. Als het nog niet weg is, dan kan hij het gewoon weghalen. Nou, dan zeg ik gewoon, Willy, lieve schat, kijk. Je kunt weer de ramen lappen. Kijk, het is gewoon even dit doen. Ja. Oh, je weer met dat gele dingetje, ja. En met die zon erop, ik denk dat het zomaar wegtrekt. Ja, ja. Dit is zo fijn. Moet ik weer helpen? Want dan moet ik de camera weer aan de kant doen. Die zegt het maar. Oh, het wordt donker in mijn kamer. Hoor je? Je verneemt het ook gelijk, die zon. Je verneemt het in één keer. Ik zit me hier, ik weet niet wat het te weten is. Heerlijk. Je verneemt het gelijk hoor. Ja, klopt. Ik weet het man. En daarom wil ik ook mijn slaapkamer en de logeerkamer als eerste. Maar de logeerkamer moet ook nodig opgeruimd worden. Voordat Jan kan logeren. Nou, als u hier even heeft. Dan moet ik even weer opstaan. En kijken of ik dat met. Gewoon even hier, gewoon even uw hand neer kan zetten. Dat ik even. Zo. Even kijken hoor.
Nee, lukt het om hem daar vast te houden of niet? Weet ik niet. Nee, daar kan ik niet bij. Nee, daar kan ik niet bij. En ik glij weg. Mama, als u nou die... En die doos pakt. Doos. Die daar. Op uw bed. Die en die doos. Die doos. Ja, mooi. Kijk, want dan kan u er wel bij. Afvalling. Als u nou daar gewoon vasthoudt. Heel fijn. Kijk, kan ik hier namelijk... Dus die weer los. Ja. Ik zal ook even een doekje pakken om het hier al af te drogen, want het is hier drijfnat. Nee, joh. En ook op de grond is het drijfnat. Dus ik zet het even neer. En dan zet het zitten. Nou, dan doe ik dat zo meteen weer verder afknippen en alles. Ja, prima. Als ik die folie er vanaf trekt, zou heel fijn wezen. Deze. 1, 2, er helemaal vanaf. Yes, top, dank u. Die andere ook nog weer meenemen. Dan de draad hier al. En dan moet ik even een doek halen. Ja. Kak. Ik krijg hem niet open, man. Honden. Nou, als u daar hier vasthoudt in die puntjes, graag. Yes. Lukt het weer? Ja, nu wel. Ook wel. Kijk, wat een gaaf zo. Zo, wat een verschil. Zo, ja, man. Ja, echt hoor. Zo. Schrik toch, man. Ik weet het niet hoor. Nee, ik wel. Zo, heel fijn. Spul. Maar even met een paar gouden theedoeken. Die hier nog lagen. Die theedoek daar even. En die theedoek hier. Gewoon hier ook al weg. En dat moet maar niet. Zo. Dan zit je in principe enkel dan mee boven raampjes, maar is dat nou zo erg? Nee. Komt nog wat normale daglicht ook binnen. Ja toch? Oh, ideaal. En nou wil dat ook in één keer. Vaak zo. En de eerste ging aardig. De tweede die zat zo dan. De derde gaat weer. Ja, vaak zo.
Moet ik die even brengen later, zie ik. Nee, die ga ik nog zo meteen aanpassen. Ah, eigenlijk is het net zoals behangen, hè? Bijna wel. Dit en dit zien ze niet hoor, niemand. Wat? Oh, die bubbeltjes of zo, niet snel. Ja. Kijk. Ja, wat was die dan toch weer geweldig, hè? Om zoiets te hebben. Mijn mannetje. En dan moet straks het raam weer dicht, want de zon die komt het meer op. En dan gaat het hier allemaal weer dicht. Warmte buiten houden. Dan is de zon onder, dan loop ik weer naar boven en dan gaat het weer. Dan gaat het weer open, bedoel ik. Moet ik helpen? Het is nou gewoon langs knippie, hè. Dat wil niet. Nee, dat is inderdaad niet wat ik wil. Nee. Maar het schaartje is scherp genoeg, dacht ik. Want als we daar door stug papier van de kattenbakzak van dat gerit doorheen kunnen knippen in één keer. Nee, mama, ik moet echt mijn kop bijhouden. Oké. Ik ga hier anders helemaal scheef. Helemaal niks. Zo, alsjeblieft. En dan gaan we weer een beetje nat maken. En dan gaan we dit ook weer even oplossen. Nou, zet erin. Zo goed als. Laatste kleine handelingetjes.
We zullen het weer netjes maken. Toch? Ja. Goed, hè? Ja, nou, jullie hebben het nou, dacht ik, wel gezien, dus ja. Zoals Karin zelf al zei, een kind kan de was doen. Of niet dan? Jut. Jip. Nou, ik zeg, geniet verder van jullie dag, avond, wil ik zeggen. Het is alweer 6:15. Ja, ik ga zo de plaatje. De titel Dreams Koft. Nou, dus ik zou zeggen, tot later. Kijk eens, hij wordt al een vendel. Mag ik ook even vloggen ook, hè? Nou, die mama, hij is een beetje vies, dus dat was morgen even weer wassen, want hij is echt vies en ik kan daar niet tegen. Maar mama die gaat ook even naar de voorkant toe lopen, want ik heb wat gefixt bij mama namelijk. Ja. En dat is hetzelfde wat ik dus heb gedaan. En mama die heeft het allemaal dus nu ook op de camera staan, dus wat leuk. En daar ligt iemand. Hey Kandalfi! Hey kindje! Hey Kandalfi! Dus ja, en mama die wil ook even kijken voor zichzelf. Dat is logisch. Dat is grappig. Hey Kandalfi! Ja man! Dan moet je ook komen kijken. Kom maar! Dit is leuk! Kom dan! Kom dan! Nee, blijf je daar. Ik zie je van niks. Ik zie helemaal niks momenteel. Je kan helemaal niks meer zien, man. Dat is leuk. Ja, spiegelbeeld. Spiegelbeeld, hè? Ik zie helemaal niks, nee. Het is wit, grijs. Nou, lekker. Helemaal top. Top, hè? Helemaal blij mee? Ja, ik wel. Dat is mooi. Het is ademvernemend in de slaapkamer. Want je verneemt het gelijk. Hey kereltje! Hey man! Nee, zeg maar, ik ben camera schuw hoor. Kom ik daar! Kom nog! Kijk eens! Snoepies! Moet je snoepies? Snoepies! Ga je mee? Nee, snoepies heeft halen. Geen zin in. Straks dat keukenraam naar binnen, hè? Ja. Kom dan! Kom dan. Kom dan. Zo, zie ik je beter. Hé, kereltje. Nou, hey, doe eens lief. Nee. Nee, heeft er echt geen zin in. Nee, hij heeft er geen zin in. Doet hij straks het keukenraam. Dus u bent blij? Ik ben blij, ja. Toch wel? Dat is wel jammer, ik heb nou de gordijnen ook dicht, hè? Ja, dus? En maar zelfs die zie je niet. Nee. En die zijn rood van kleur. Jo. Maar als u die en die andere gaat kijken, dit, u ziet... Ja, u, kijk, als u hier gaat kijken, deze hier, naar achteren, dan gaat u een boom zien erin. Dan ziet u dus nou de boom. Ja, die weer spiegelt, ja. Helemaal geweldig. Spiegelt een spiegeltje aan de wand. En wie is het mooiste in het land? Nou, u. Ik, hè? Wordt wel vaker gezegd, ja. Is toch leuk? Dat wordt vaker gezegd. Ja, nou, daarom juist. Daarom zeg ik al, spiegeltje, spiegeltje. En ook dat ik er heel jong uitzie. Wordt ook vaker gezegd. Dus ja, en u bent dus blij met dit? Ja. Dat is mooi. Ben je ook blij mee? Dat is een verschil. Ja, goed, hè? Ja. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ja, echt zo. En niemand kan meer naar binnen kijken en nu kan ik lekker naar buiten kijken. Ja. Wat een verschil. Ja. Huh? Want? Hoezo? Nee, gewoon praten. Nee. Tuurlijk wel.
Ja, meneer Heidi, en die wil heel graag naar boven kijken. Onder andere, maar ook dat doen. En dan komt hij s'nachts, weet ik veel later. Ja, nou ja, dat moet meneer lekker zelf weten. Maar u heeft nou helemaal geen last meer aan het inkijken. Nee. Dat scheelt een heel leuk hoor, dit. Echt wel. Nou. Ik wil jou nog op de vlog hebben, vriend. Wie is jou? Ook Gandalfie. Nou. Komt er na Uto aan. Ja, en ik loop ook. Gandalf. Huh? Gandalf, ja. Nou. Maar ik heb je wel, vriend. Dus dat. Gandalf, hier moet je snoepjes. Kom dan. Ik kom dan. Nou, mam is er van tussen. Ga jij er van tussen? Ja. Het is ook alweer 6:30 en ik moet nog overreken en ik moet naar rekenen. Ja, daarom. Maar ze kennen dus niet meer naar u binnen kijken. Gelukkig maar. Spirit aan de hand. En ik ben het mooiste in het land. Hoi. Hoi. Wat ben jij van plan? Nee, niks. Wat nooit van plan, zei jij. Geen idee meer wat ik zei. Ik vind alles prima. Ik ga die broeikast weer even in. Kijk uit voor mijn auto. Ja. Heel snel uitkijken. Ja. Kring. Wat kunnen we toch ook soms af en toe lekker leuk kibbelen, hè? Ja, leuk toch? Lekker toch? Man, zo. Ja, 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 ja. Nou, lieve schat. Ja, tot morgen. Mm-hmm. Tot morgen. Ja, ik ga naar binnen. Moet zitten. Nee, joh. Nou, doei, doei. Doei. Nee, maar dat is ook wel mooi, maar het is een beetje te groot uitgedijd. Maar het ruikt ook zo lekker, hè? Ja, lavendel. En de lampjes die branden. En ik heb één lampje daar weggehaald. En die staat nou hier op de vlaggenmast. Ja. Ik daar ook een lampje. Ja, toch. En ik kan die omhoog doen. Gaan we ook even doen. Dus ik zeg, geniet van alles en geniet lekker mee. Ze lopen lekker los eventjes. En Karen die is erbij. Hij schat. Hij schat. Dan Louis. Hi. Lekker hè. Jowin, kijk eens. Ga jij er achteraan lopen of niet? Ben je niet. Oh, met je voor oog. Pakken. Ja. Ja, dan gaat ze erbij liggen. Oh, maar dat is leuk. Kom maar. Welkom. Ja, pakken. Pak je stok. Kom hier. Elwin, pak je stok. Hier. Pak je stok. Elwin, kom. Kom hier. Ga kijken, Rijka. Kom dan. Dat vind jij leuk, hè? Ga kijken dan. Ga kijken dan. Wat doet Karin met Elwin? Ga maar kijken. Ga kijken dan. Kom maar, kom hier. Kom dan. Klein stokje voor Rijka nog. Doen dan. Is dat leuk? Is dat leuk?
Hoi mij. Roep Rijka eens. Kijk wat die doet. Hey, kijk eens. Kijk dan. Ja, kijk dan. Kom maar. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Ja? Je moet eigenlijk een balletje hebben of nog met zo'n werpding en dan dit gaan doen, man, mensen. Gewoon even balletje mee, zo'n werpstok mee, want dan gaat ze dit ook leren. Kom hier met die stokken, kom. Want dit moet ze dan gaan leren om het terug te brengen, want zo wordt ze ook moe. Ja. En dit vindt ze leuk. Nou, en hier gewoon even eerst een ronde doen en dan dit als een beloning. Ja. Gewoon doen. Kom dan. Wat ben je aan het eten? Gras. Ja. Gras, hè? En erbij, u zit even stil. Au. Mam, en erbij, u zit even weer even stil. Even lekker pauze. Knak zijn mijn nek. Ja, ik hoor het. Waar, Oda? Maar ziet u, en ze lopen niet weg bij u, man. Nee, echt niet. Daarom. Dus u hoeft daar ook helemaal niet bang voor te zijn. Alleen... gewoon wat vaker hier naartoe. En ik heb zo wel eens los. Ja, en ik moet even iemand nu uit het water zien te halen, maar. Oh jee. Mam, niet erg. Niet bang zijn. Kijk uit nu even mijn camera. Ja. Met sleutel doe ik ook even. Mijn telefoon doe ik even hier. En mijn sleutels zo. Er is er één. Eentje in het water. Kom dan. En dat is Elwin. Nee, geef maar. Elwin, kijk eens. Ja, die zwemt een heel eind heen. Heel eind. En luister, oma. En dat is iets waar ik dus bang voor was. Rijka, kom! Rijka! Rijka, kom! Rijka! Rijka, kom! Kom maar! Kom dan! Kom maar! Rijka, kom! Kom maar, kind. Kom maar. Kom maar. Rijka, kom maar. Rijka. Rijka. Rijka, kom. Kom. Kom hier. Rijka. 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 Kom op. Kom eens hier. Rijka. Kom. Rijka. Kom nou. Rijka. Rijka. Kom. Kom kijken. Kom eens kijken. Kom, mee, kind. Nou, die is weer bij me. Dan moet ik de ring zien te vinden. Ik doe jullie eventjes uit. Nou, de Karen die heeft Elwin gevonden en ik ga rap naar huis. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd om afscheid van elkaar te gaan nemen voor deze dag. Ja, meisjes die liggen lekker op de bank te slapen, tenminste wat heet slapen, hè, tegenwoordig. Oogjes altijd open.
om je toch in de gaten te houden. Van wat ga je doen? Wat ben je aan het doen? Weet je wel, zo op die manier. Nou ja, ik moet nog met ze lopen, dat gaan we zo meteen ook doen. Ik moet de computer aanlaten, want die nieuwe harde schijf is nog steeds bezig met formateren. Dus ja, dat moet blijven lopen. Ik heb wel mijn werk kunnen doen. Ik heb de vlog in elkaar gezet die ik gisteren had moeten doen. Die staat nu alweer op YouTube. Ingepland en wel. Dus ja, en dan doen we er morgenavond weer een. En zodra het kan, doe ik er weer twee. Maar ik probeer wel een beetje bij te blijven, ja. En die ik nou neer heb gezet, die komt, meende ik, de 18e online. Dus ja, ik ben toch een beetje bij. Ik ga zo meteen mijn hondjes uitlaten, mijn meisjes. Ik heb nog een wijntje staan. Nou, daar drink ik nou nog wat van. En daar drink ik ook wat van als we weer thuis zijn. Dus het komt helemaal goed. Mijn Google Hub, die doet ook zo te zien weer normaal. Die was van de week iedere keer heel snel aan het flitsen van de ene naar de ander. Hij zag de foto's niet meer. Maar ze hadden een update gedaan. Dus ja, daar kunnen we niks aan doen. Nee, gewoon van die achterlijke verschijnselen. Dat heet ook met Facebook, dat heet je met Google, dat heet je met al die andere apps ook op je computer of op je telefoon. Als ze dan een update hebben gedaan, dan is het gelijk helemaal door de war en dan gaat niks goed. Net als met, vooral met Facebook. Ze blijven daar maar dingen veranderen en dingen veranderen. Je blijft me zoeken, je blijft me zoeken. In plaats dat ze nou eens een keertje ophouden daarmee. Dan kunnen wij ons werk tenminste gewoon doen. Maar je blijft me zoeken en je blijft me doen. Ja, balen is dat hoor. Als, sorry. Dat is balen voor ons soort mensen die groepen beheren. Ik zoek af en toe mijn eigen rot van waar is dat nou weer, weet je? Nou, dat is gewoon niet leuk meer. Laten ze dat bij, gewoon bij het oude houden of laten ze je fatsoenlijk inlichten. Maar dat wordt niet gedaan, want het zijn mensenhanden die dat allemaal in elkaar zetten. Maar voor de rest laten ze robots het werken doen. Ook momenteel wordt er heel veel dingen verwijderd door Facebook zelf. Maar er wordt ons als beheerders zijnde niet verteld wat. Ze laten het niet zien. In plaats van ze het laten zien aan ons, van hè, dat kan allemaal achter de schermen gedaan worden. Laat ons zien, Facebook, van wat jullie afkeuren. Dat, dan weten wij tenminste. Kunnen wij zelf ook ingrijpen. Maar nee, Facebook verwijdert, maar ze laten niet weten wat ze verwijderen. Maar wel laten ze weten wie het geplaatst heeft. Ja, maar daar hebben we niks aan. We moeten ook weten wat. Want de mensen die wat neerzetten, weten ook niet allemaal eigenlijk meer wat ze de afgelopen weken geplaatst hebben. Dus ja, Facebook, denk na en licht ons in. Jij, jullie van Facebook, weten wie er groepen beheren. Laat de beheerders het zien. Simpel. Je kan laten zien wie het geplaatst hebt. Dan kan je ook laten zien wat ze geplaatst hebben. Zo simpel. Maar ja, dat is Facebook. En dat doen de mensenhanden. Die maken het programma. Maar de robots die zetten ze er neer om alles te verwijderen. Nou, hamoula. Nee, wij willen met mensen te maken hebben. Ook wanneer wij een klacht indienen, wij mensen, krijgen we geen antwoord van Facebook. Ken je dat? Geef antwoord. AUB. Ja? Ik weet dat er Engelsen zijn, Nederlanders. Op Facebook zelf zit er een groep van Facebook. Daar zitten Nederlanders tussen. Laat die ons antwoord geven. Maar nee, we krijgen totaal niks. 0,0. Waarom? Doe normaal. Maar oké, lieve vrienden.
om even het verhaal af te sluiten, wij gaan ook afsluiten. De dag. En dat doen we met een lach. Ik zou zeggen, lieve vrienden, slaap lekker, want het is alweer reeds 1:55. Ja, het loopt tegen 2 en ik moet nog lopen. Dus ik zeg welterusten, slaap lekker, ook uit de naam van de meisjes en het kereltje erboven. Slaap lekker, welterusten. Morgen gezond weer op. En jullie weten het, God houdt over ons de wacht. En ik zeg tot aan de andere kant van de nacht.